voornamelijk afgekomen, voornamelijk voor het probleem van de sociale zekerheid en ook omdat subsidies heel dikwijls wegvallen voor heel veel verschillende organisaties, voor jobs en zo. Wel, ik ben hier voor het eenheid van het land. En moesten we een regering hebben, wat zou u als boodschap meegeven? Dat we veel sterker zijn tezamen, eendracht maakt macht. Waarom bent u hier vandaag aanwezig? Omdat ik de toestand op dit moment gewoon schandalig vind. De politieke wereld moet zijn verantwoordelijkheid nemen en men is bezig met een schandalige verrottingspolitiek met de bedoeling om het land in eerste instantie te splitsen, maar vooral, en dat is de verborgen agenda, om dan een sociale afbraak te organiseren. Dit weekend hebben we eigenlijk drie belangrijke pijlers gezien in actie. Je hebt nu de jongeren vooral en de maatschappij zelf die beweegt. Je hebt vrijdag de kunstenaars gehad en dan ook de vakbonden. De twee grootste nationale organisaties die alle drie zeggen, kijk, de verdeeldheid in dit land moet ophouden, niet in onze naam meer discussie. En wij met de Partij van de Arbeid, de enige nationale partij die er is, wij steunen natuurlijk die drie pijlers heel hard in hun signaal tegen de verdeeldheid en tegen de splitsing. Hè. Dus we gaan chargeren. En wat verwacht u van een komende regering? Ik verwacht eigenlijk niet heel veel van een komende regering, eerlijk gezegd. De meerderheid van de mensen die hier vandaag zijn, die betogen niet voor een regering, maar die betogen tegen het nationalisme en tegen de verdeeldheid. Je moet gewoon rondom jou kijken, je moet gewoon naar de slogans, naar de bordjes kijken die de mensen meedragen. De meerderheid geeft hier een signaal van bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten. Dat willen wij niet, dat dat niet in onze naam gebeurt. Dus ik verwacht heel veel meer van deze beweging, van de culturele beweging, van de syndicale beweging en zeker nog van de fusie van die drie bewegingen dan van de komende regering.